Welkom bij de nieuwe vlog. Deze keer laat ik u zien de vlinderstand. We hebben al wat gemaakt. Wij nemen een A5 papier. Die snijden wij op 15 centimeter ongeveer af. Dat heb ik al gedaan. Hier is die. Dan valt dit stuk eraf. Gooi dat niet weg, want dat hebben we nodig. Dan pak je dus de snijplaten van de machine, het papier erop en leg die stans erop. En die leggen we in het lijm. Dat is zo door de machine heen gaan. Omdat die dan beter uitsnijdt. Je kan hem ook zo neerleggen. Maar vaak gaat dat slechter. Omdat dat te breed is. Heel veel snijranden, dat is te breed. Ik ga dat nu niet doen. Want ik heb dat wel gedaan. Ik ben al even aan het voorwerken geweest. Zo komt hij eruit. Nou, dan mogen we even die zijstukjes eraf snijden. Omdat de stans is 14,7 en het papier is 15. Dus mogen we even die kleine hoekjes eraf snijden. Ja, dan hebben we hem gestanst. Dan kunnen we gaan, dat we zeggen, we gaan er even met een stempelkussentje overheen. Ik neem in dit geval rood. Nou, die is niet zo mooi. Oranje. Kijk, dan krijg je toch wat een ander ideetje. Even met twee kleurtjes. Hartstikke leuk. Nou, dan kan er een plaat, een oplegvelletje op. En een plaatje erop. Maar, dan kan hij niet staan. De vorige keer heb ik u het eigenlijk ook al laten zien. Daarvoor moeten wij eigenlijk dat stukje hebben wat we eraf gesneden hebben. En daar maken wij een standaardje van. Die moet hier achter komen. Hier aan de achterkant moet hij komen. Dus hij moet niet langer zijn dan dit. Dit is ongeveer 9,5 centimeter. Dus ja, ruim 9,5. Dan snijden we hem op af. En we willen dat hij wat achterover hangt. Dus snijden we hem wat schuin. Dan kan de snijmachine weer weg. En we moeten even een plakrandje maken. Dat doe ik altijd even op zijn bord. Dit schuine komt tegen de kaart aan, hè? Dus moeten we daar een vouwrandje maken. Ik doe dat even op mijn bord, omdat je hem daar mooi recht hebt. Ja, want je hebt hier twee lijntjes vlak bij elkaar zitten. De uiteinden leg ik op het ene randje en op het andere randje ga ik even met een embossingpen door dat randje heen. Moeten we even een nieuwe embossingpen hebben. Deze is los, zie ik wel. Hier heeft Gerry nog mee gewerkt. Kijk, dan zie je daar een vouwrandje. Nou, dat plakken we ietsjes om. Dat buigen we om. Deze gaan ook aan de kant. Even met het vouwbeen eroverheen. Dus een mooi strek.
Even wat plakband. Dat hoeft niet te drogen. En het zit vast als een huis. Schaar. En nou de kaart, hebben we hier, leg op de kop. En we plakken dat ongeveer in de midden. Nou, kan een klein stukje, steek die er overheen. Dus dan halen we er even af. En hij kan staan. Dat betekent wel dat de kaart lichter wordt, omdat we geen dubbele kaart gebruiken. En we hebben toch een kaart van 15 bij 15. Ik heb er al even een gemaakt. In een ander kleurtje. Maar hij kan natuurlijk in alle kleuren die je wil. En dan heb je toch wel een leuke ruimte om er wat mee te doen. Ik wil graag iedereen bedanken. Ik was afgelopen vrijdag, was ik jarig. Ik heb heel veel felicitaties gehad. Heel veel kaarten gekregen. Chocola heb ik gekregen. Het is fantastisch. Ik wil graag iedereen daarvoor bedanken. Het was fantastisch. Ik hoop dat we volgende week een vlog hebben om uit te leggen over onze nieuwe website. Dan, ik hoop dat we daar een filmpje over hebben. En dan kunnen we jullie informeren. Ik zou zeggen, tot volgende week. Doei doei!